Goedemorgen. Dag Matthijs. Goedemiddag, bijna. Goedemiddag, ja. Uw broer is burgemeester van Voeren. Ja. U bent er toch geraakt? Heel gemakkelijk. Want die brug in Voeren of naar Voeren? Ja, de brug naar Voeren die is nu op 2 sporen over, open, maar ik rijd altijd langs de autoweg, dat is veel sneller. Ah zo, meer langs Vizé? Nee, ik rijd dat niet door. Ik rijd dus gewoon autoweg bij ons in Voeren en ik neem dan via Herstal en zo naar Hasselt. Dat is veel sneller en gemakkelijker. Ja, de snelle omweg eigenlijk. De snelle omweg. Maar het geeft ook aan, er is geen snelle weg naar Midden-Limburg, hè? Midden-Limburg, nee, is er geen snelle weg. Als wij dus echt de gewone weg moeten volgen, dan moet ik dus een stukje door Wallonië, dan door Rims, dan door Bilze, dan door Diepenbeken, dan kom ik pas in Hasselt. En dan hebt u de halve provincie gezien. We kregen onlangs nog een mailtje binnen van iemand uit Voeren die zich erover bekloeg dat we in het weerbericht niet genoeg aandacht hadden voor Voeren, toch ook een deel van Limburg. Maar het ligt ook echt moet je wel... gewoon, dan moet je gewoon zeggen Oost-België, want we hebben meestal hetzelfde weer als dat ze in de Oostkantons hebben, Eupen en daar. Ja, dus, het is helemaal niet hetzelfde als hier nee, in Midden-Limburg. Nee, het is de andere kant van daarom... Het is inderdaad ander weer. Oké, we gaan erop letten. Als die luisteraar toevallig nu kijkt, we gaan erop letten. We gaan Voeren wat vaker vernoemen. Maar dus, u bent al lang actief, hè, politiek en al lang ook burgemeester van Voeren. Ik ben 36 jaar politiek actief en 18 jaar burgemeester. We moeten u eigenlijk niet meer leren kennen, hè? Want heel wat gesprekjes hier waren zo'n beetje een kennismaking. Je hebt dan een aantal nieuwe burgemeesters. Ja, ja maar dat zal binnen 2 jaar bij ons ook zijn, hè? Als Joris mij gaat opvolgen. Joris is ook nieuw, is 31 jaar. Ik heb er een zeer goede ervaring mee op dit ogenblik. Hij neemt initiatief, dat is een fantastische kerel en je zal dat gaan merken. Een totaal ander type dan ik, maar dat mag ook. Hè? Ja. Maar het is iemand met brains, het is iemand die kan werken, het is iemand die het fantastisch doet en ik ben bijzonder gelukkig. En dan zal hij een duo moeten gaan vormen met mijn dochter die OCME-voorzitter wordt en dat zal dus de nieuwe jeugd en de oude moeten weg. Hè? Inderdaad, zo is dat. Zo gaan die ik heb dingen daar geen probleem mee. Maar dus... U hebt eigenlijk nog 3 jaar of 2 jaar dan? Maximaal 2 jaar. Maximaal 2 jaar. 31 januari 2021. Dat is mijn eigen keuze. 6 jaar geleden al beslist. En wordt dat dan 2 jaar uitbollen? Een beetje kijken hoe fijn het is in Voeren? Uitbollen is het niet. Hè. Je moet dus de zaken die nu nog lopen, die moet je natuurlijk verder gaan doen. Plus het feit, de programmatie voor de volgende jaren, het zijn de jongeren die aan het opstellen zijn. En dan moet je natuurlijk ook een stukje nu al meegaan in wat de jongeren, de toekomst, de nieuwe generatie, wat die gaan maken aan programma. We moeten beleidsplan maken, zij gaan zich daarvoor inzetten. En op dat ogenblik is het natuurlijk aan mij om hen te volgen daarin. Dat is de bedoeling toch? Ja, wat moet er dan nog gebeuren? Oh, er is toch zoveel te gebeuren. Kijk, we zitten bijvoorbeeld in Moelingen zitten wij met zeer zware overstromingen regelmatig, omdat de Berwijn komt nu. De Berwijn is niet van ons, die is van de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij moeten dat gaan oplossen, er zijn plannen. Wel, ik hoop dat ze die binnen de 2 jaar, nog voordat ik weg ben als burgemeester, dat ze dat kan realiseren. Want je weet nooit met het klimaat en zoiets allemaal, dat er nog meer water gaat komen. En dat is nu eenmaal een feit. Dan zitten we met rioleringen. Onlangs is uitgekomen dat wij nog maar voor 25% gerioleerd zijn bij ons in Voeren. We zijn nu volle bak bezig in Schravenvoeren. Moelingen is ver in orde, Teuven ook. Maar Voeren is 17,5 kilometer lang. Dat wil zeggen dat je dat allemaal moet gaan aankoppelen. Dat zijn werken van Aquafin en dat zijn werken van, Infrax had ik daarna gezegd, Fluvius. Ja. Dat betekent dat we daar volle bak mee bezig zijn, maar dat dat ook nog gerealiseerd moet worden. Maar er zijn zoveel andere, bijvoorbeeld het parkeerbeleid bij ons in Voeren. Parkeerbeleid? Het parkeerbeleid, dat kan je niet voorstellen hoeveel auto's dat verkeerd geparkeerd staan bij ons in Voeren. Hoe ga je daar tegen optreden? Wel, ik heb de slechte ervaring dat het bijna enkel en alleen maar repressief kan zijn voordat er iets gebeurt. En dat is heel belangrijk. Je kent Voeren, je bent er al geweest en je ziet hoe smal de straten zijn. Wel, absoluut, als je daar naast elkaar gaat parkeren, dan zit je in de knoei. En dat is wat nu weer de laatste tijd aan het gebeuren is. En daar moet een oplossing voor komen. Voeren is een echt toeristisch gebied ook. Ik ben er zelf ook wel eens op weekend. Ja, maar hebben we buitenparkings. Hè? Ja, maar toch, er komen inderdaad veel mensen en die parkeren dan inderdaad ook? Die gaan we dus proberen zoveel mogelijk. We hebben in Teuven een parking aangelegd, we hebben een kleine in Moelingen, Schravenvoer hebben we een parking, Sint-Martensvoer is er ook wat voorziening en alles. Maar die moeten we kunnen begeleiden. Maar dat zijn mensen die een hele dag weg zijn. Die horen niet thuis op de straat. Die moeten naar die buitenparking gaan. Want dat lukt niet altijd hoor. De meeste mensen denken, wij gaan hier 20 kilometer of 10 kilometer wandelen bij ons in Voeren. We zetten de auto daar waar hij niet mag staan. Ja, die 500 meter tot het centrum van het dorp, die gaat het ook niet erbij maken. En dat is een beetje de geest die je moet creëren bij de mensen. Maar dat is niet altijd gemakkelijk natuurlijk. Hè. Ja, zelfs in het landelijke Voeren worstelen ze dus met parkeerproblemen. Of absoluut, absoluut. Er komen ook meer auto's. Hè. Ja. Alle klimaatdingen ten spijt.
weet je dat er meer en meer auto's komen, ook in de dorpen. Hè. Is dat de uitdaging om het idyllische te kunnen koppelen aan... Ja, idyllische zijn wij aan het koppelen. Hè. We hebben nu een heel pak landschappen bij ons, erfgoedlandschappen laten maken. Dat is begin januari gebeurd. Ik ben daar bijzonder blij mee. Ik heb daar heel hard mee aan gewerkt met de minister en zijn ploeg en met de medewerkers bij ons op de gemeente. We hebben daar enorm veel overleg gepleegd met de landbouwsector. Want de landbouwsector is uiteindelijk ook de sector die dat landschap mee moet gaan onderhouden. Dus moet je met hen overleggen. En nu de volgende 2 jaar gaan we daar beheersplannen maken voor elke individuele landbouw. Elke individuele grondbezitter gaan we nu beheersplannen maken. Die mensen moeten ook kunnen leven. De economie moet draaien. De landbouw beheert het landschap. Dus je moet met hen aan tafel gaan zitten. Dat is nog een van de taken van de volgende 2 jaar. De beheersplannen opmaken voor de landbouw. Gaat het dan specifiek om het behoud van het landschap? Die typische hagen, rond de weilanden? Dus laten we zeggen, in Teuven, de flanken, Sint-Martensvoer en Schavenvoer, die zijn nu allemaal als erfgoedlandschap bewaard. Of die zijn dus decretaal vastgelegd. En dat wil zeggen dat we dat dus nu ook moeten gaan uitvoeren. Oké. Ik ben onlangs in Voeren geweest. Ik heb meegedaan aan een dassenwandeling. En ik zou eigenlijk mijn geld terug willen, want ik heb geen das gezien. Ja, maar nee, als jij met je kindjes en met jonge koppels, met jonge kindjes naar Voeren komt en je gaat dan overdag naar de dassen zoeken, dan ga je het niet vinden. Nee, okay. Maar jij zou eigenlijk 's nachts hebben moeten rondwandelen. Okay. Dan kan je de dassen zien. Hè. Okay. Laat je vrouw en je kindjes maar in bed liggen en dan ga je wandelen. Ja, dat is goed. Volgende keer ga ik alleen. Blijkbaar ga je ook graag eten in de Zwaan. Dan zit ik elke zaterdag met mijn kameraden. We hebben zo'n groepje waar we zijn er al een paar kwijt. We hebben een groepje waar je elke zaterdag een glaasje mee gaan drinken. Ik drink maar 2 glaasjes alcohol per week. Dat is weinig voor een burgemeester. En dan drink ik dus een glaasje samen met mijn kameraden. Wat doen we daar? Zeveren en nog eens zeveren. Ook over politiek. En dat is eigenlijk ontspanning. En die heb ik dan ook wel nodig. Wat ik daar ook geleerd heb, blijkbaar heeft Mozart daar ooit overnacht. Wist u dat? Ja, maar kijk, ik ben daar tegenover geboren. Hè. De boerderij daar tegenover, dat is mijn geboortehuis. En dat van mijn opa, die ook burgemeester was. En dat is een hele generatie broers. Ik ben daar op dat pleintje geboren. Hè. Dus ik ken dat wel allemaal heel goed. Ja. Van die Mozart, daar zullen we afwachten of dat waar is. Dat is nog altijd niet bewezen. Dat moet nog onderzocht worden. Dat is niet bewezen. Het is niet bewezen. Nee. Maar uw broers is wel geboren tegenover het... Ik ben daar letterlijk geboren. En ik ben daar opgevoed. Alleen mijn ouders hebben het toch geprobeerd. En daar ben ik geboren, daar heb ik geleefd op mijn 27e en dat was mijn ouderlijk huis, ja. Ja, daarnet was Dirk de Vis hier, burgemeester van Ham. En die zou eigenlijk liefst van al altijd bezig blijven. Die gaat... Ik ook. U ook? Ja. Wat is dat tegenwoordig? Maar ik heb dus 6 jaar geleden beslist dat ik voor mijn 70ste zou stoppen als burgemeester. Ik ga uiterlijk mee tot 31 januari 2021. Dan ben ik 20 jaar burgemeester, maar ik heb gezegd uiterlijk. Maar ik heb de indruk dat de jongeren nu al klaar zijn om het over te nemen, dus het is geen enkel probleem. Maar ik ben voorzitter van de provincieraad, dus ik ga nog 6 jaar voorzitter van de provincieraad zijn, dus ik ga nog bezig blijven. Dat kan u blijven doen, want ik wou net vragen, wat gaat u dan nog doen? Kijk, het burgemeesterschap, na 18 tot 20 jaar moet je toch wel denken dat je geen verdere generatie meer overslaat. En we hebben goede mensen, goede jonge mensen bij ons. Wel, laat die ook tot hun ontplooiing komen. Geef hen die 4 jaar of misschien zelfs iets meer om te bewijzen wat ze kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat we echt in zeer goede handen zijn bij ons invoeren. En ik zal dus met plezier de sjerp overdragen. Oké, maar dan, voorzitter provincieraad, daar krijg je je dagen toch niet mee gevuld, hè? Oh, ik heb zoveel Je gaat nog veel moeten zeveren in de Zwaan, denk ik. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Ik zal natuurlijk iets meer bij mijn vrienden zijn. Ik zal iets meer gaan wandelen eindelijk. Mijn buiken een beetje kwijtraken. Ik heb nog zoveel dingen te doen. Ik ben ook nog voorzitter van de Vlaamse Landmaatschappij op dit ogenblik. Als ik stil moet gaan zitten, dan denk ik dat het einde is van broers. Oké, niet stilzitten dan. Dank je wel. Nee, absoluut niet. Nog een paar foto's? Ja. Prima, gewoon in de lens kijken. Beetje draaien naar daar, andere kant. Ja. Ik heb wel mijn sticker daar, maar ja. Dan draaien we naar de andere kant. Ja, dat is goed. Voilà. Mooie sticker trouwens. Wat is er gebeurd? Geopereerd. Okay. Hebben iets moeten wegsnijden. Ja. Oké. Een keer frontaal nog eens en dan uitgestreken gezicht, geen lachje. Dank u wel.